Nationale Jamboree gehouden. Het is de tweede Nationale Jamboree. De eerste was 4 jaar geleden in Dronten. En om het allemaal mogelijk te maken zijn 800 vrijwillige medewerkers actief. En een van die medewerkers is deze week de weekgast. En dat is Wietse Kloosterman van de Van Pallen Scouting Groep uit Ommen. Goedemorgen. Goedemorgen. Vandaag gaat het beginnen. Omschrijf eens waar je bent en wat je om je heen allemaal ziet op dit moment. Nou, ik heb nu even een wat rustiger terreintje opgezocht, want het is al een aardige bedrijvigheid hier. Om toch even rustig een interview te kunnen doen. Maar de eerste mensen die zijn alweer aan het werk. En wat zie je allemaal om je heen? Wat staat er aan tenten? Of hoe moet ik me dat voorstellen? Ja, je ziet echt op ieder grasterrein staat wat. Of iets in thema met een parcoursje wat geopend moet worden. Of enorme tenten, vaak nog lege tenten. Omdat de meeste scouts vandaag aan moeten komen. Dus het is eigenlijk een groot kampeerterrein wat je ziet. En hoe groot is het terrein? Het terrein is op zich niet zo heel groot. Het zou een halve kilometer bij een halve kilometer zijn, denk ik. Plus dat er nog wat thematerreintjes her en der verspreid zijn. Ja, maar je zegt vandaag gaat het beginnen. Maar eigenlijk is het dus al begonnen als dat er allemaal al staat. Ja, voor de medewerkers is het al begonnen. Niet afgelopen woensdag, die woensdag ervoor is de opbouw al begonnen. En zo zou het ook nog een week na de sluiting zou het ook nog afgebroken worden. Ja, wat een werk, hè. Jongen. De scouts zijn er dus nog niet, zei je al. Want wanneer komen die vandaag? Vandaag, ja. Er zijn een aantal buitenlandse scouts zijn wel al aanwezig. Maar dat zijn een groep of 3. En de rest komt allemaal vandaag binnen druppelen. Ja. En wat is het eigenlijk? Een nationale jamboree? Kun je dat eens uitleggen? Ja, het is eigenlijk een kamp. Maar dan, het is een nationaal kamp, maar met een internationaal tintje. Het is gewoon 2 weken lang gezellig, leuk, actief met elkaar kamperen. Ja, maar wie de scouten niet kent, wat doe je dan op zo'n jamboree? Het klinkt misschien een beetje oudbollig, maar het is vooral het samen doen wat leuk is. Scouting is echt iets wat je in verschillende geledingen, verschillende doelgroepen samen kan doen. Als je hier om je heen kijkt, zie je straks kinderen van 9 lopen. Maar je ziet ook mensen van 70 lopen. En die zitten dan samen een spel te doen. Dus het is gewoon actief samen doen. Er zit ook waterspelen in. Er zitten landspelen in. De bomen klimmen, zulke dingen zitten erin. Maar ook het kanovaren, het tochtlopen, het knopen. De aloude scouting dingen. Maar ook zulke dingen zoals internet. Hoe maak je een krant bijvoorbeeld? Ja. En hoe loop je op een GPS-systeem? Zulke dingen zitten er ook allemaal in. Maar waarom doen er zoveel buitenlandse scouts mee als het een nationaal kamp is? Nou, het geeft natuurlijk altijd... het is altijd leuk als buitenlanders komen. Er is ook een wereldjamboree waar eigenlijk alleen maar buitenlanders bij elkaar komen. Mm-hmm. En ja, het is voor scouts toch leuk om te zien wat er over de grens gebeurt en wat andere scoutinggroepen doen. Ja, maar het zijn 1000 scouts uit 32 andere landen die er ook zijn deze week. Precies. Ik bedoel... Dan is het geen nationaal kamp, dan is het gewoon een internationaal kamp. Ja, je ziet bij een aantal mensen hebben het nationaal doorgestreept en hebben er internationaal van gemaakt. Ja, maar goed, dus de naam wel zo. Blijft natuurlijk wel hetzelfde. Ja. Waarom werk jij mee? Omdat ik scouting heel erg leuk vind. Dit zit ook een beetje in mijn opleiding, persvoorlichten. Dus ja, dan, want dat ben jij deze week? Je bent de persvoorlichter? Ja. Persvoorlichter ben ik deze week en volgende week. Dus het komt eigenlijk heel goed uit, dit soort gesprekjes ochtends vroeg? Dit komt heel goed uit. Dit hoor ik zo'n beetje de hele dag door te doen. Ja, en gaat dat veel gebeuren? Denk je dat er veel aandacht komt van media? Ja, er komt sowieso veel aandacht. Er is wel een kinderprogramma vandaag gekomen. Een fotograaf van het ANP, BNN zou vandaag langskomen. En zo druppelt alles een beetje de hele 2 weken door. Oh, dus het wordt al druk vandaag? Ja, vandaag is echt een hele drukke dag. En wat moet je dan doen? Het is met de pers het terrein overlopen, hun vragen beantwoorden, op zoek naar enthousiaste scouts, leuke dingen die ze kunnen fotograferen of leuke mensen die ze kunnen interviewen. En dat houdt de functie eigenlijk in. En komen er dan ook bekenden vandaag? Nee, vandaag komen er niet echt bekenden. Nee. We hebben zaterdag wel een VIP-dag waar allerlei hoge mensen komen en ook wel bekende mensen komen. Ja. Maar die worden dan ook weer apart rondgeleid. Ja. Nou, dus vandaag is het voor jou ook vroeg begonnen. Had je dat anders ook gedaan eigenlijk, als je niet nu mij te woord moest staan? Nee, mijn werkdag begint om 9:30. Oh, dat is ambtenarentijd. Ja, dat is duidelijk ambtenarentijd. Maar hij gaat ook tot 9:00 vanavond door. Ja. Plus dat er daarna nog een vergadering achter zit. Ja. Je zegt al, de voorbereidingen zijn al een hele tijd bezig. Voor jouzelf ook? Nee, voor mezelf niet. Ik heb me niet zo erg met voorbereiding bezig moeten houden.
Alleen voor mijn eigen groep hou ik een site bij waar het een en ander op te zien is over die Jamboree. Dus daar heb ik me mee bezig gehouden. Maar voor de rest qua voorbereiding hiervoor niet. Nou, je vertelde zelf al dat je de scouting leuk vindt en dat het een van de redenen is waarom je hierbij betrokken bent. Maar waarom vind je scouting zo leuk? Het is vooral het samen doen. Er zit eigenlijk geen verschil tussen mensen. Je komt de raarste, de leukste, de gekste, de aardigste mensen kom je bij scouting tegen. En ja, dat werkt allemaal samen en op een of andere manier klikt het eigenlijk 9 van de 10 keer altijd. En vooral dat samen doen met al die verschillende mensen, dat spreekt mij heel erg aan. Plus dat je natuurlijk lekker buiten bezig bent. Ik ben zelf ook leiding van een groep kinderen tussen de 9 en de 11. En dat is natuurlijk ook altijd leuk om te doen. Ja, en die zijn er ook deze 2 weken? Nee, die zijn er niet. Oh. Die na mij nog op kamp. Daar kan ik helaas niet met ze mee dit keer. Dit is van jeugd van ja, eigenlijk van 11 tot 18. Er lopen hier ook een groep Indonesiërs rond die 9 zijn, geloof ik. Maar dat kan dan prima. Nou, vandaag is het dus vooral media te woord staan die op bezoek komen. En verder deze weken, wat staat er verder allemaal op het programma? Morgen zijn allemaal kennismakingen. Kennismakingen tussen de verschillende groepen, de verschillende subkampen. Dat grote kamp is weer opgedeeld in kleine subkampen. En daar samen actief mee bezig zijn. Vanavond is er dus een grote opening met iedereen. En zo zullen een aantal dingen gezamenlijk gebeuren. Een aantal dingen met alleen groepen bij elkaar. En ook voor de medewerkers alleen zijn weer aparte dingen georganiseerd. Ja, ik las op internet ook dat er nog een speciaal thema was dit jaar. Wat was dat ook alweer? Ja, klopt. More to explore. Ja, maar wat houdt dat in? Nou, eigenlijk wordt bij scouting altijd alles in thema gedaan. Dit keer is gekozen voor More to explore. Omdat je, ja, bij scouting zit het ontdekken er natuurlijk ook heel erg in. Ja. En dat is dit keer ook het thema. En er zullen dus ook allerlei dingen ontdekt worden. De subkampen zijn ook vernoemd naar uitvinders. Mijn subkamp heet bijvoorbeeld Darwin. Er is een subkamp Wright naar de vliegtuigbouwers. Er is een subkamp Da Vinci. Die heeft geen uitleg nodig, lijkt me. En zo zijn er nog verschillende subkampen aanwezig met verschillende namen. Nou, dat wordt een drukke 2 weken gaat het ongeveer duren. Hè? Ja, 2 weken. Precies. Nou, dat worden drukke 2 weken, ook voor jou. De komende week dan bellen we elke dag en gaan we ook het programma van die dag een beetje doornemen en zo. Morgen dan wil ik eens weten hoe het vandaag allemaal gegaan is. Ben je er zenuwachtig voor eigenlijk als allerlei media op je afkomt? Nou, nee. Ik ben al een beetje getraind daarin. Bij mijn eigen groep hou ik meestal ook de media bezig, als ik dat op zo'n manier mag zeggen. En ik vind het leuk om te doen, daarom doe ik dat hier ook. Dus ik doe het gewoon graag. Dus ik ben er niet zenuwachtig voor. Nee, want je moet het natuurlijk ook een beetje verkopen, anders komen ze niet. Nee, precies, dat hoort er ook bij. Ja, nou, ja. Vandaag dus voor het eerst. Nou, morgen dan horen we hoe het gegaan is. Dankjewel voor nu alvast en graag tot morgen. Oké, prima. Tot morgen. Dag. Dag.